We hebben een ongeluk gehad met de tototje, met de tototje, met de tototje. Gebeurde hier midden in de stad met de tototje, met de tototje. De 50ste, ofwel de Gouden Rai, laat natuurlijk ook de eerste auto's zien die zij tentoonstelde. En minister Van Aertsen nam plaats in een driewieler als onderdeel van het ceremonieel waarmee hij de Rai opende. Dat niet alles nieuw is van de nieuwste snufjes, toont deze Dodge, die in 1914 al een beweegbare stuurkolom had. In de hypermoderne sleeën van 1965 vinden de Dickerts van de welvaartsstaten precies hetzelfde gemak. Er is ontzettend veel te kijken, zowel aan auto's als aan inzittenden, die soms op symbolische wijze worden ingekapseld in hun verlangen een autootje te hebben. En dat zijn er langzamerhand zo ontzettend veel, dat er een vermaning kan uitgaan van de inzending van de ambulanceauto's. Sommige kleine wagens maken bescheiden reclame voor hun onverwoestbaarheid. Van het lakwerk althans. En van bescheiden wagens gesproken, de Russische automobielindustrie laat er enkele van op de rij zien die opvallen door hun eenvoud. Zij contrasteren wel met andere wagens. En in het bijzonder met de duurste van de show die 78.000 gulden kost. Maar die komt dan ook uit West-Duitsland. Hij heeft van alles onder de motorkap. Wie een Rolls-Royce heeft, krijgt als vanzelf een hang om te poetsen om die glans waard te zijn. Op die manier krijgt men plezier in kleur en in het spiegelend chroom dat mevrouw het bewijs levert dat ze er goed op staat. De automobielontwerpers denken al ontwerpend voortdurend aan de vrouw en komen zelfs met een stoel die aan haar rug kan worden aangepast. Sommige auto's maken op het eerste gezicht een wat popperige indruk. Maar bij nader inzien verwerpen ze de gezinsbeperking royaal. Autotelevisie is er voor wie het een beetje vervelend vindt om naar buiten te kijken. Hij kan in zijn wagen de landschappen en mensen inwisselen voor decors en acteurs. De technisch geïnteresseerden keken op de rij met grote ogen naar de wankelmotor. Een nieuw systeem verbrandingsmotor met minder bewegende delen. Kortom, de Gouden Rai liet goud blinken voor het hunkerend automobilistenoog en werd als nooit tevoren bestormd door gegaderden voor het nieuwe idool, de auto. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje van het autootje, van het autootje, van het autootje.